is al een poos geleden. Maar die bovenste moeten we hebben. Wij gaan officieel op zoek naar eitje nummer 1. Dat is de coördinaat wat jullie zien. En daar gaan wij nu naartoe lopen. We gaan even kijken of we het kunnen vinden. Ik hoop dat we het nou wel goed doen. Nee, we doen het weer verkeerd. Nee, we doen het wel goed. We kijken op kaart. En dan, zoals de Kenny altijd zegt, let's go. Dat gaan we ook doen. En hij wijst ons die kant op. Wacht even. Ja, wij moeten zo dadelijk daar schuin het bos in. En daar moet dan eitje nummer 1 verstoppeld zijn. Het is een geel eitje met een touw eraan. Die hangt in een boom. Ik heb de video al op mijn kanaal gezet, een poos geleden. Ik kan ze dadelijk ook wel de datum laten zien wanneer dat aangemaakt is. Dus de kans bestaat dat er waarschijnlijk al iemand geweest is. Of dat ze hem gewoon niet hebben kunnen vinden. Sorry. En wij gaan nu eventjes kijken of dat wij het kunnen vinden. Heel erg... Oei, jongens. Jullie kunnen herinneren dat ik een keer een bliksemboom gefilmd heb. En die is blijkbaar weggehaald nu. Ja, hij is weg. Wow, dit zijn weer historische beelden. Ik kan me haast helemaal niets herinneren van deze boom. Dat die hier stond. Dat is heel vreemd. Maar goed. Hé, hey, dat ziet er wel heel erg nieuw uit. Zie dat? Verdacht nieuw. Zou ze die geplant hebben dan? Nee, jongen, dat lijkt me sterk. Ja, dit is hem. Hij was al helemaal verrot. Ja, dit is hem, de bliksemboom. Je kan hier nog heel duidelijk zien dat hier de bliksem is ingeslagen. En dat liep helemaal hier omhoog en hij is weg. Hij heeft er misschien 30 jaar gestaan. En dit is het resultaat. Zo'n knoest. Die ga ik een keer meenemen naar huis. Die leg ik eventjes daarachter neer. Ik ga hem zo dadelijk pakken en ik verstoppel hem ergens in het bos. En je ziet het. Wat de kracht van bliksem is. Dat ding is net zo groot als een mobiele telefoon. En dat hele ding is finaal eruit geslagen. Ja. En als het goed is dat je hier gaat graven. Dan vind je zand wat zo heet geworden is dat het glas geworden is. Het is heel erg interessant. Hij is gewoon weg. En... hij is gewoon mega sterk. Waarom hebben ze dat ding weggehaald? Maar goed. Omvallen zou die wel haast niet doen. Maar goed. Je weet maar nooit. Die weten er blijkbaar vanaf. Eén grote drekzooi zit hier gewoon. Dit wordt weer een speciale boswandeling. Waar ik niet op zit te wachten. Dus heel even kijken of dat we hier door de blubber heen kunnen lopen. Oh nee, je zinkt hier helemaal weg. Hebben ze ook mooi gemaakt. Zie je, daar hebben ze zo'n struik voor gedaan. Kijk, daar hebben ze gewoon de hele weg versperd, hè. Wij moeten gewoon hier... we gaan het gewoon proberen. We gaan gewoon doorlopen. Maakt niet uit of we nu vieze schoenen krijgen. Oh, je hoort het ook echt. Hè? Je zinkt helemaal weg hier. Wij gaan op zoek naar eitje nummer 1. En de kans is 99,9% dat we hem gaan vinden. Want anders ga ik deze video ook niet maken. Ik zit even kijken of dat het ding al in ons scherm komt. Die boom daar. Die stond er volgens mij nog niet. Ik zal eens eventjes mijn oude video's terug bekijken. Het kan zijn dat ze hem gewoon geplaatst hebben. We gaan eens eventjes op het apparaat kijken. Wij moeten nog een stuk naar voren. Het is echt overal waar je loopt ontzettend drassig. Oh, hier zak je echt helemaal weg. Goed, we gaan even proberen een stuk sneller te lopen. Anders wordt het weer zo'n lange vlog waar je niks aan hebt. En ik wil het eitje vinden. Ik denk haast wel van niet dat er iemand geweest is. Want die video is op zich slecht bekeken. Maar er kan natuurlijk toch nog iemand zijn die hem gevonden heeft. Ik heb wel heel duidelijk bij de video gezet als jullie hem vinden. Zet dan even onder de video dat jullie er geweest zijn. Maar er kan natuurlijk ook iemand geweest zijn die gewoon de coördinaat overgekopieerd heeft. En er gewoon eens een keer is gaan kijken. En het moet hier dus in het bos zijn. Dan zitten we eens eventjes kijken. Hij heeft het op het moment nog niet aan. Maar dat kan ieder moment gebeuren. Ze zijn hier wel verschrikkelijk bezig geweest met bomenkap. Oh, wacht. Waarschijnlijk komt hij zo in. Hij gaat afwijken. Ik zie nu opeens dat hij gaat afwijken. Kijk, ik weet niet of jullie wat kunnen zien. Zie je dat? Hij wijst ons nu
eigenlijk hier het bos in. Ja, ja. Wacht, wat gaan wij doen? We moeten nog een klein stukje verder lopen volgens het apparaat. Nu gaat hij wel opeens heel ver uitwijken. Zie je dat? Als ik nu ga lopen, dan geeft hij duidelijk aan dat we er nu binnen 3 seconden voorbij lopen. Kijk, daar is het al. Dan zouden wij hier het bos in moeten gaan. Maar je ziet het al. Het is behoorlijk dicht, dus we gaan even een stuk teruglopen. Kijken wat hij nu aangeeft. Ja, wij moeten hier het bos in. Via die, langs die bomen gaan we het proberen. Gaan we eerst eventjes kijken of dat er niemand aankomt. Ook niet aan de andere kant. Nee. Gaan we beginnen. Ja, hij komt in beeld. Daar is hij. Hij ligt hier recht voor. Hij moet hier recht voor liggen. Wacht. We gaan het proberen om te vinden. Het is wel redelijk bewolkt weer en er hangt overal mist. Maar dat mag de pret niet drukken. Het satellietsignaal is niet zo heel erg sterk. Maar je ziet heel duidelijk dat we er bijna zijn. Oké, aangekomen. Alright. Dus het moet nu hier recht voor zijn en het gaat waarschijnlijk om die boom. Ja, daar is het waarschijnlijk. Kijk, kijk, kijk jongens, kijk. Zie je dat? Een aantal meters nog. Ik denk nog 2 meter en dan zijn we er. Ja, hier is het. Kijk, we staan er nu eigenlijk pal op. En dat kleine stukje wat je ziet, ja, dat is ongeveer de omvang van die boom. En je ziet het al, daar hangt hij. Oh jongens, daar is het. We hebben hem gevonden. Hij hangt er nog steeds. Alleen het ziet er wel naar uit dat hij binnenkort gaat vallen. En je ziet het, hij is ook al redelijk aangetast. En dan zullen we eventjes gaan kijken. Heel eventjes nog. Kijk, nu zie je pas dat ik er gewoon duidelijk op sta. En nu zie je pas hoe nauwkeurig zo'n GPS is. Ik zal eventjes de exacte coördinaat van deze plek laten zien. Dit is de exacte coördinaat waar die zich bevindt. Als die scherp wil stellen, ja. Dus ik hoop dat jullie die boom ook kunnen vinden. Hij wijkt heel iets af. Maar als jullie dit intoetsen, dan moeten jullie aardig in de omgeving komen. Ah, dit is hem. Wow, we hebben hem gevonden. Daar is officieel het pad. Dus hij ligt niet zo heel erg diep in het bos. Maar nu is de vraag... Oh, ik moet eigenlijk eerst beter om mijn omgeving kijken of dat andere mensen hier ook iets gedropt hebben. En zo te zien is dat niet het geval. Dus wij gaan heel eventjes kijken of de inhoud er al uitgehaald is. Even kijken of we hem open kunnen maken. Hij is behoorlijk aangetast al. Het is toch drukken op dat ding of niet? Ja, nee. Kijk, de inhoud zit er nog in. En het gaat om een coördinaat wat ik jullie niet kan laten zien wat er nou precies op staat. Maar neem van mij aan, het eitje bestaat nog. Hij hangt hier gewoon. En dan hoop ik dat hij... We gaan hem zo plaatsen. Had hij dan nog zo hangt. Wij gaan het bos weer verlaten. Ik hoop dat jullie de video mooi vonden. Oh, ik heb het gewoon gevonden. Terwijl hij toch een redelijke afstand had. Een afwijking. Dus het is op zich ook al kikker. Dus het maakt eigenlijk niet heel veel uit of dat het mistig weer is voor zo'n GPS. Jezus, we moeten hier gewoon helemaal doorheen bateren. Kijk dan, ze hebben gewoon echt alles gekapt, die jongen hier. Oh jongens, echt, het is niet normaal meer, jong. We hebben het gewoon gevonden, jongen. Je kan echt dingen tot op de meter nauwkeurig met zo'n ding vinden. Ja, ze hebben hier met hele grote graafmachines lopen rijden. We gaan eventjes hier het pad over. Nu zijn we officieel aangekomen bij het pad. Gaan we hier even kijken wat ze met dit stuk bos gedaan hebben. Wat mij wel opvalt, is dat daar een soort van plek is die afwijkt. Zie je dat? Heel erg apart. Het is trouwens vandaag heel erg rustig in het bos. Ik weet ook niet waarom dat is. Het is vrijdag, dus vanavond gaan ze allemaal feest vieren, party, zuipen. Dus dat is wel mooi.
Kijk, en ook hier hebben ze met een grote graafmachine gereden. Die banden die moeten echt enorm zijn. Hé, hey, zie je dat? Het is gewoon helemaal plat gereden. Zie, dit moet eigenlijk gewoon recht omhoog staan, maar het is gewoon helemaal plat gereden. Hier staat nog zo'n eenzame boom. Ja, en je ziet het heel duidelijk. Daar begint al de eerste mistbank op te trekken. Zie je dat daarachter? Er staat iemand met honden. En die hond die heeft mij nu op dit moment in de gaten. Nou hoop ik niet dat ze hem loslaat dat hij deze kant heen komt. We gaan eventjes hier kijken, bij de andere beukenboom. Daarachter moet er ook nog eentje staan. Ja, we hebben gewoon eitje nummer 1 gevonden. En ik dacht echt van, nou, hij heeft een behoorlijke afwijking. Omdat hier eigenlijk rondomheen eigenlijk allemaal wolken zijn. Maar alsnog hebben we hem ja, eigenlijk behoorlijk goed kunnen vinden. Het kostte eigenlijk helemaal geen moeite om erheen te komen. En één hint en één tip voor mij is dat het eitje heel dicht in de buurt ligt van de boswatervijver.